Anderhalf jaar geleden met een zware tegenslag te maken gehad. Ik heb darmkanker gehad. Ik heb er net aan overleefd. En voor die tijd was ik een creatief verhaal vertellen. Hallo, hallo lieve mensen. Mijn naam is Marco Bajic en welkom bij The Reconstructed Show. Vandaag ben ik hier met Martin Potjewijd. Daar is hij, de kleine kunstenaar. En het thema voor vandaag is... Kleikunstenaar. De kleikunstenaar. Ik zei kleine kunstenaar, maar het is kleikunstenaar. Yeah. Want ik ben een toffe peer. En dit is een heel leuk iets wat ik als cadeau heb gekregen. Ik vind het geweldig. En het concept hiervan is... Het is natuurlijk iets heel simpels. Het is niet een van zijn grote maatschappelijke werken. Als je goed kijkt, dan zie je een gezichtje. En het ziet een beetje dom uit. En dit is hoe jij... kan zijn in het leven, wat jou een voordeel kan brengen. Dom overkomen, terwijl je niet dom bent. Dat kan jouw voordeel werken. Vandaag is het thema, hoe kan je jouw verhaal het beste delen? Want elk verhaal die heeft zijn of haar voordelen, vooral als de ander het hoort. En als het niet hoort, dan heb je er ook niks aan. Hoe kan je dit het beste doen? Je kijkt naar Reconstructed en dit is al een hele lange intro, omdat je verder wilt komen in het leven. Ultieme zelfontwikkeling gebeurt om camera. Zo is het, ja. Hoe kan je het beste je verhaal delen? Nou, zoals Marco al zei, ik ben kleikunstenaar. En anderhalf jaar geleden met een zware tegenslag te maken gehad. Ik heb darmkanker gehad. Ik heb er net aan overleefd. En voor die tijd was ik een creatief verhaalverteller. Ik ben grafisch ontwerper en kleikunstenaar. En ik draag heel vaak het verhaal van een ander uit. Omdat dat mijn vak is. En ik wil de wereld graag een beetje mooier maken op mijn manier. Met mijn kleikunst en grafisch ontwerp. En dus je was heel vaak bezig met het verhaal van een ander. Maar op een gegeven moment heb je zelf een verhaal te vertellen. En dat was in mijn geval dat ik ziek werd. En ik kon op een gegeven moment niet meer kleien of creatief bezig zijn. Maar je wilt toch je verhaal vertellen. Ja. En toen heb ik het schrijven ontdekt. En het schrijven over wat je meemaakt, wat je verhaal is. En een ander soort creativiteit ontdekt door het vertellen van het verhaal. En niet een geconstrueerd verhaal voor een klant, maar mijn verhaal. Wat mij overkomen is en hoe ik ermee omgaat. En wat voor impact dat heeft op je omgeving, maar ook op jezelf. En doordat ik dat ben gaan doen, ben ik ook op het pad gekomen van Reconstructed. Ik kan niet helemaal terugleiden van waar Marco op mijn pad is gekomen. Maar het verhaal wat hij vertelde klonk mij als muziek in de oren. En toen ben ik hem gaan volgen. En de interactie was heel erg leuk. En zij wilde ook luisteren naar mijn verhaal. En... in het kader van het revalideren en Reconstructed, wat daar best goed bij past. Het weer uitvinden, het heruitvinden van jezelf. Daar heb jij een hele grote rol in gespeeld. Dat is gewoon een mooi verhaal. Ja, heel mooi. Heel mooi. Ik vind het heel interessant hoe... Want we hadden het net over hoe de wereld in elkaar zit, toch? En iedereen heeft natuurlijk zijn of haar eigen beeld daarvan. Ja. Dus je kan kijken naar... de Bijbel, de Koran, verschillende geloven of ideologieën. En dan heeft Martin iets heel interessants getekend. En het ging voornamelijk over energieën. Dus elk ding wat ik nu doe, dus of het nou op camera is of niet, het wordt gezien. Ja, niet gezien via het oog misschien, maar meer gezien via energie. Ja. Ja. En dat is interessant. Want als ik hier niet naartoe gekomen zou zijn, wat zou er dan gebeuren? En toen waren we ook aan het praten over films en dat je, wanneer je een film kijkt, dan zie je zo'n film dat gaat over time traveling. Wat gebeurt er in zulke films meestal? Een klein ding die wordt aangepast. Dus ja. Laten we zeggen, ik zou geen water hebben gedronken, ja. Je zou die kan niet hebben gebracht. Wat zou er dan vandaag anders uitzien? En in zulke films is vaak de toekomst die helemaal aan het veranderen is. Ja. Omdat je één klein ding niet hebt gedaan. Ja. En dat klein ding wat je niet hebt gedaan, dat kan jouw verhaal zijn. Ja. Jouw verhaal wat je niet hebt gedeeld. Omdat jij misschien door anderen om je heen of door jezelf niet gelooft dat het waardevol is. Ja. En dat is jammer. Ja.
stap 1 bij hoe moet je je verhaal kunnen delen, durven delen, is weten dat jij veel waard bent. En erop vertrouwen dat alles wat jij zegt goed is. Ja. Want het is jouw verhaal en niemand kan dat nadoen. Nee. Nee. Nee, dat was voor mij ook wel van, ja, je maakt wat mee in je leven. En nou ja, net wat ik zei, ik wil de wereld een beetje mooier maken. Maar soms is datgene wat het is, is het gewoon. En ja, dat is dan wel een verhaal. En ik heb ervoor gekozen om mijn verhaal met het ziek zijn, om dat wel gewoon te delen. En het heeft mij heel erg geholpen door dat verhaal te vertellen en het te delen met andere mensen. En nou ja, dat zo de last een beetje verdeeld werd. Want het was nogal een verhaal, zeg maar. En als je dat allemaal alleen of met je directe omgeving wil delen, is dat best veel. En doordat ik best open ben geweest over wat ik heb meegemaakt en eigenlijk altijd al wel open ben, krijg je ook verrassende verhalen weer terug. En zo ben ik erachter gekomen, elk huisje is een kruisje en niet iedereen loopt te koop met zijn verhaal, maar ik wil dan kunstenaar zijn en dan sta je op het aardappelkistje en je gaat je verhaal vertellen. En alleen het was voor mij heel erg wennen van, ik was altijd een creatief kunstzinnig verhaal aan het vertellen en het was nou in één keer niet een bedacht verhaal wat ik creëer, maar het was een verhaal wat mij zo in de schoot gegooid werd van, en deal er maar mee. En daar was zo'n groot gat ontstaan dat ik gewend was mooie verhalen te vertellen en dat het in eerste instantie niet goed voelde om mijn ellendige verhaal te vertellen. Wat wel was wat het was. Dus ik kon ervoor kiezen of ik vertel geen verhaal of ik vertel het verhaal hoe het zit. Ja. En dat is ook mede de reden dat wij hier nu gezellig samen zitten en leuk en lang zitten te kletsen. Precies. Heel mooi, is echt heel mooi. Ook hoe je zegt, jouw verhaal is wat het is. Ja. En dit kan beide kanten zijn, positief en negatief. Ja. En wat jij er zelf van vindt, dat is ook weer een beeld. Ja. Wat iemand van jouw verhaal zal vormen. Jij bent ook een iemand die jouw verhaal nu aan het oordelen is. Ja. En zo heb je ook personen om je heen. Elk verhaal die wordt verteld, laten we kijken, oké, je Bijbel. Nou, iedereen interpreteert dat op andere manieren. Bijvoorbeeld, Jezus loopt over water. Misschien wordt daarmee bedoeld dat hij over zijn emoties heen liepen, dat hij boven zijn emoties stond. Maar iedereen interpreteert dat anders. Wat ik wel interessant vind, is dat jij zei dat je een persoon bent die wel open communiceert in principe. Dus het niet zo is van, ik wil geen boze ogen of wat dan ook. Nee. Ik ben een persoon die open communiceert. Ja. Hoe kan iemand die niet zo is, iemand die juist heel gesloten is, toch zijn verhaal durven delen of willen delen?